Saved by the bell, saved by the bell. Ja, het is tijd voor de eindexamens. We zitten ruim op de helft. Ruim een week zijn ze aan de gang. En vandaag dag 7. Carlijn Houteman, waar ben je nu? Ja, ik hoor eigenlijk op de school te zijn, To College Durendaal in Oosterwijk. Maar daar zijn helemaal geen examens. En daarom staan we in een enorme gymzaal. Hoe zit dat, Paul ter Horst van To College? Nou, het is eigenlijk heel simpel. We hebben te veel leerlingen om in de school in de lokaal neer te zetten. Bovendien is de school natuurlijk heel erg onrustig. En dit is een ideale locatie. Het is een hele grote zaal. De leerlingen zitten daar heel rustig. Dus ze kunnen lekker rustig aan een examen werken. Ja, en dat is op school natuurlijk anders, waar een zoomer gaat om de 50 minuten. En dat is natuurlijk altijd hier beter. Ja, het is hier wel muisstil, dat moet ik inderdaad eerlijk bekennen. Maar dat lijkt me ook een enorm kawaii, want het is dus een enorme gymzaal. Hoe we die kennen, waar gebadmintond wordt, waar gezaalvoetbald wordt. Dat gebeurt dus allemaal niet. Overdag niet. Overdag is onze eigen sportlocatie. Wij kunnen het gewoon gebruiken als examenlocatie. Maar ja, 's avonds is er natuurlijk wel sport. En dat betekent gewoon overdag wel gebruiken, 's morgens vroeg opbouwen en 's avonds tussen 5 en 6 heel snel afbreken. Want om 6 uur staat de eerste sportclub klaar om er gebruik van te maken. Ja, flink kawaii, denk ik. Het is een flink kawaii. Onze conciërge Frits samen met een aantal leerlingen doen dat elke ochtend en elke avond. En dan is het eigenlijk zo gepiept. Met veel mensen maken licht werk, zeggen. Want hoeveel stoeltjes staan hier nou? Er staan er nu, vandaag staan er niet zoveel. Ik denk 170 in totaal zullen er staan. Gistermiddag stonden er 327. Dat is eigenlijk de maximale wat er is. Maar je moet 's morgens opbouwen wat je ook 's middags gebruikt. Dus als we 's morgens een kleine groep hebben, dan staat er toch de hele groep voor de hele middag. Laten we dan nog heel even teruggaan naar gisteren, waar het dan hier ook zo druk was. Het was 30 graden. Klopt, het was inderdaad 30 graden. Omdat de zaal zo groot is, viel het nog wel mee. Maar ja, het wordt natuurlijk wel warm met 300 kacheltjes die zitten te produceren vanwege de stress en toch de warmte ook ontwikkelen. Ja, dan was u denk ik vanochtend blij met dat regen. Ik was blij met de afkoeling, ja. Zeker omdat het vandaag wat koeler blijft inderdaad. En voor leerlingen is het makkelijker. Als het koeler is, dan kunnen ze makkelijker leren. Ja, want er staat een hoop op het programma, hè? Duits, wiskunde, scheikunde, van alles. Dat gaan we vandaag ook weer beleven hier in de gymzaal dus. To College Durendaal scholieren die hier allemaal weer aan de slag gaan. En morgen hebben we natuurlijk weer een nieuwe examenbijdrage van Carlijn Houteman. Zou zij nou zelf ook een beetje die spanning weer voelen? Klein beetje, denk ik. Die geur van die gymzaal kan nog zo oproepen. Precies. Heb jij dat ook? Dus. Ja, goed. Morgen meer.